Komt er één term voor, zeg even, de professionals in onze branche? Ik hoop het niet, eerlijk gezegd. Ja, ik hou wel van diversiteit. Ik heb 's maandags een roze shirtje aan en woensdag een blauwe. Dus ik vind die diversiteit leuk. Ik denk dat die verschillende termen ook leuk zijn om jezelf te onderscheiden. Het zijn kleine accentverschillen. En je kunt vanuit de branche als zich kun je zeggen, hey, dit werkt ook verwarring op. Hè? Dat zal zeker ook het geval zijn. Maar één term is natuurlijk ook wel verwarrend, omdat één term dekt de lading niet. Er zijn heel veel soorten trainers en iedereen legt andere accenten. Dus ik vind het eigenlijk wel mooi dat iemand daar een eigen keuze in mag maken. Ik ben liberaal. Ik vind het fijn als iemand dat zelf kan invullen. Welke term het zeg maar dan zou moeten worden als je er een stuk of vijf zou kiezen, dan zou ik wel dicht bij wat de consument een beetje kent, bijvoorbeeld personal trainer. Ik vind dat wel mooi. En trainer heeft in onze sector heel vaak de opvatting van trainer, fysiek. Maar dat hoeft helemaal niet. Je hebt ook een management trainer. Dus trainer kan ook zijn dat iemand gedragscoaching doet of traint in voedingsprogramma's. Personal vind ik heel sterk. Dus of dan personal coach is, nou, dat is een mooie, zeg maar, een soort van afsplitsing van trainer. Vind ik op zich een prima leefstijl. Prima ook. Ik denk dat dat een hele mooie term is waar wij veel mee kunnen in de toekomst. Dus ik zou het wel fijn vinden als die diversiteit er een beetje in komt. En dat iemand zich daarin ook, zeg maar, specialiseert en zich daarin gaat scholen. Nou, waar ik sterk in geloof is dat onze sector moet professionaliseren op heel veel vlakken. En één is het vlak waarop we kunnen zeggen dat deze professional voldoet aan een aantal minimale competenties, vaardigheden en ook heeft een bepaalde kennis. Dat is altijd een minimum. Dat is bijvoorbeeld met een examen getoetst. En dan zou je dat vervolgens moeten publiceren. Zoals bijvoorbeeld artsen in een biggerregister staan. Dus ik geloof straks in een viertak aanpak. Ik geloof dat we als branche bepaalde standaards moeten uitdragen. Die zijn er al. Hè. Europe Active heeft binnen het European Qualification Framework een aantal standaards voor level 2, 3, 4, 5, 6. Die moeten vervolgens bij die opleidingscentra naar binnen komen. Dat zie je dan de fitvak opleidingen, fitness trainer A en B. Die zijn in level 3, 4. Vervolgens moet een andere organisatie dat toetsen. Ik vind dat Fitvak NL Actief dat heel goed aanpakt. Een neutrale partij dat doet. Niet van wij van WC Eend adviseren WC Eend. Moeten we niet doen. En dan vervolgens heb je een openbaar register waarin een consument kan checken. Heeft de professional waar ik mee spreek, heeft die ook die minimale vereisten? Dat is dan niet meer dan een minimum. Hè? Dus mijn moeder heeft hetzelfde rijbewijs als ik. Ik vind dat ik wel beter auto kan rijden. Zij is 76 en ik ben 47. Dus dat is een verschil. Maar we hebben minimaal rijbewijs. We voldoen aan minimale criteria. Dan is het nog steeds een opleidingsinstituut aan hunzelf om daar nog iets bovenop te zetten. Om er een bepaalde richting aan te geven. Een bepaalde touch in te leggen. En dat vind ik ook weer prachtig om dat te doen. Dus als het dan vrij is gegeven, dan is dat in titulatuur, in bepaalde clusters van activiteiten. Maar wel met een bepaald minimum per niveau, waarbij de consument weet, hey, ik heb hier een level 4 personal trainer. Aha, die heeft een examen afgelegd op het gebied van kennis, vaardigheden en competenties. Kan die minimaal dit? En is getoetst door een neutrale organisatie. Ik denk dat dat wel belangrijk is, zodat we vertrouwen van consumenten winnen, nog meer dan dat het nu het geval is.